Ja, de Riepoldervaart. Dit is voor het eerst volgens mij een van de weinige wedstrijden waar jullie echt iets stelen. In dit geval een punt. Ja, ja, zeker gezien de tweede helft. Ik vond het eerste helft en zeker in het begin ging gelijk op. En ik vond dat we veel creativiteit hadden in de midden. De tweede helft hebben ze dat lam gelegd. Dan werd ook wat slordiger. En op een gegeven moment dan word je eigenlijk achteruit gedwongen. En dan moet je een beetje geluk hebben. Bal binnenkant paal. Fantastische reddingen van Alex. Blokken van ballen. Dus wat wij voor de winterstop als kritiek kregen van verdedigen niet met z'n allen. Dan moet ik ze vandaag compliment geven. Dat hebben ze wel gedaan. Maar aanvallend hebben we weinig tot niks gecreëerd. En de tweede helft konden jullie de bal ook maar niet in de ploeg houden. Hè? Heb je toen overwogen om toch snel in te grijpen? Want het werkte op een gegeven moment niet meer met de voorwaarts. Nee, maar of dat nou alleen aan de voorwaartse lag, dat weet ik niet. Dat heeft denk ik ook te maken met dat als je heel de tijd in je verdediging, je bereikt de voorwaartse. Ja, die worden zo snel onder druk gezet door hun verdedigers. Ja goed, en dan sluiten mensen niet aan, dus dan wordt dat gat weer groot en dan wordt allemaal technisch geleuter. Maar ik geloof toch niet dat het nou alleen maar aan de voorwaarts lag. Dat vind ik iets te makkelijk. Maar Dennis Eckert speelde vandaag op een voor hem onwennige positie, waar normaal Luigi Bruin speelt. Hij oogde in ieder geval vandaag wat ongelukkiger dan zijn invalbeurten die we gezien hadden, waar hij in de spits stond. Ja, maar dan heb je niet goed gekeken, want hij is altijd ingevallen op dezelfde positie als waar hij vandaag speelde. Dus dan klopt jouw conclusie niet. En wat dat betreft, ik weet nou niet of dat ongelukkig is. Hij heeft daar meer gespeeld, maar dit is de eerste keer dat hij in de basis start. En dat is denk ik wel een verschil. Wanneer had jij het gevoel, hier gaan we misschien toch nog wel wat overhouden dan een punt? Nou ja, dat hoop je dan eigenlijk tot aan het allerlaatste fluitsignaal. Want de tijd was voorbij en toen gaf hij toch nog die vrije trap. En ja, ik zag vorige week een staartje langskomen dat wij de meeste tegengoals hebben in de laatste 5 minuten van alle ploegen. 9 stuks. En dan denk je, het zal toch niet waar zijn. Dat is ook een beetje typisch Nederlands, een beetje doemdenken. Nou, het is gelukkig niet gebeurd. Hoe leuk vind je het voor Alexandro Dame, een jongen die hier vandaan komt, het liefst in een FC Utrecht shirtje had willen keepen en vandaag de held is? Nou ja, voor hem persoonlijk vind ik het leuk. Maar het belangrijkste vind ik dat het team en dat Excelsior hier vandaag een punt had. In alle jaren heb Excelsior geloof ik ooit 3 keer gelijk gespeeld. Dus als wij nu in deze fase gelijk spelen uit bij FC Utrecht. En ze spelen 2 weken daarvoor spelen ze nog gelijk hier tegen PSV. En wij houden hier de 0. Dan denk ik dat we wat dat betreft best tevreden kunnen zijn. Als je praat over het spel aan zich, ja goed, dan moet er een hoop verbeteren. Ja, thuis een punt tegen Utrecht, de nummer 5-6 van Nederland. Nu hier een punt, dat is goed. Ja, de laatste 6 wedstrijden 10 punten. En daarin zit Vitesse, daarin zit Feyenoord en daarin zit Utrecht. Dat zijn 3 hele grote ploegen in Nederland die in het linkerrijkje spelen. Nou ja, goed, daar pakken wij wel 4 punten van die 3. Nou, met die anderen hebben we 10 punten uit 6 wedstrijden. Ik denk dat je het dan goed doet. En dus kan koploper PSV zijn borst nat maken. Volgende week komen ze naar Woudestein zonder Koolwijk. Dat is wel een aanlating met zijn kaart. Ja, nee, absoluut. Rijn heeft een hartstikke belangrijke rol in het elftal. En buiten zijn technisch vermogen en voetballend vermogen staat hij vaak goed. Coach en dergelijke. Die is er niet bij, dus we gaan praten over de mensen die we wel hebben. Dus dan gaan we dat weer oplossen. En ja, goed, hopelijk kunnen we stunten. Verwacht je dat Luigi het haalt volgende week? Vandaag was je er niet bij? Dat weet ik nog niet. Dat is nog niet bekend. Dus dat gaan we van dag tot dag bekijken. Hoe gaat jouw zondag eruit zien? PSV Feyenoord morgen, de eerstkomende opponent. Lekker voor de buis zitten? Ik denk dat ik vanaf morgen al deze wedstrijd ga analyseren. Ik ben morgen uitgenodigd bij de perstribune. Bij Carrie ten Apel moet ik aanwezig zijn. Dus dan zal weer snel na maandag zijn de trainingen voorbereiden.